Hallo mensen, welkom terug in Prison Architect. En eerst dacht ik gewoon lekker verder te gaan aan mijn eigen gevangenis, waar het best redelijk goed gaat. Oh, behalve dat ik mensen binnenkrijg voor maximum security, dus dat is niet zo heel fijn. Daar klopt het niet. Dan moet ik even kijken hoe dat gaat. Maar goed, ik dacht dus, laat ik lekker verder gaan bouwen in deze wereld. Alleen toen kwam ik erachter dat er iets nieuws was. Dat is sinds 27 oktober. Daar heb ik het nog niet over gehad. Er is namelijk een nieuwe versie van Prison Architect gereleased. Ik kwam er een beetje vreemd uit. Eigenlijk wou ik gewoon zeggen dat er een update was. Dat heb ik eigenlijk niet echt meegekregen. Maar er is nu een campaign. En in die campaign, dat is gewoon het main menu campaign. Ik heb er nu één, wat logisch is. Want ja, je begint niet aan iets met alle missies unlocked. En de eerste is Death Row. En dat zegt dus eigenlijk dat je gecontracteerd bent om dus een plek te bouwen, een kamer te bouwen waar dus alle gevangenen doodgemaakt kunnen worden. Ja, gevangenen zeg ik. Maar eigenlijk maar één gevangene voordat de tijd voorbij is. Dus ik weet niet hoe dit gaat. Ik ga het gewoon spelen. En nu krijg ik volgens mij gewoon de cutscene te zien die je de eerste keer krijgt wanneer je voor het eerst game opstart. Dus afhankelijk van of dit een beetje leuk is en om te zien of interessant is, knip ik het weer even weg. Maar goed, dat merken jullie vanzelf. Volgens mij is dat degene die dat gaat. Oh, Prison Architect. Ik moet zeggen dat deze muziek wel echt goed is. Dat was het? Wat gaat er nu gebeuren? De CEO, incoming call. Click to continue. De CEO, this is a tough one. There's a prisoner incarcerated at this facility who's been convicted of a double murder and sentenced to death. Oftewel, iemand heeft twee moorden gepleegd en moet doodgaan. That's where we come in. We've been contracted to construct an execution chamber in time for the guy's big day. Oftewel, we moeten voordat dat hij vermoord moet worden, moeten we natuurlijk wel die kamer af hebben. Ooh, zoom, pan, all die shit. This is where I want the new facility to be built. Okay, dus hier in dit gebied mogen wij hem bouwen. The first step with any project like this is to construct the building itself. We need enough space inside to fit an execution room and a holding cell. Okay, de eerste stap is dus, maak het groot genoeg. So, let's get started. Construct a new building here. Ik heb het idee dat dit gewoon een tutorial is. En dat ze dit hebben gedaan om jou, zeg maar, te laten wennen aan het bouwen en al dat soort dingen. We will also need an entrance to the new execution facility. We moeten dus ook een ingang hebben. Build a large shield door in the south wall. Oké, foundations. Concrete. Pof pof. Oh, auto lights. Dat is handig. Hey, nee, ik wil je niet. Large shield door. Your workmen are responsible for the construction of your buildings. Ja, dat betekent dat al die leuke mannetjes hier, zo'n workmen, die zorgen ervoor dat het gebouwd wordt. Het geluid is in mijn oren heel hard. Dus dat pas ik even aan en ik laat ze lekker bouwen. En ik laat ze even snel doorbouwen. Ik weet natuurlijk wel dat dit een beetje snel afkomt. Hup, doorwerken. Daar nog een paar plekjes. Daar. Een beetje grond. Ja. Poef. Oké. Inside the building. I want a cell and execution room. Oké, dus je wilt een cel. En een executiekamer. Ja, ik snap hoe ik dat moet doen. Oh, daar wordt geen brickball. En even doorwerken, hè jongens. Hup, chop chop. Jullie worden niet voor niets betaald. Zo, goed zo. Even allemaal tegelijk. Prachtig.
Now, at the large yellow doors and those dividing walls. Do you even speak, bruh? Maar goed. Daar dus even deurtjes. En weer even versneld laten werken. Het is op zich best een mooie gevangenis. Ik ga even kijken hoe ze het hebben gedaan. Om een beetje inspiratie op te doen. Oké, ik kijk straks wel. Ik weet hoe ik dat moet doen. Heel zwaar geluid hoor ik nu. Ja, ik weet dat er dingen in moeten. Oeh, electric chair. Waarom moet die kamer zo groot zijn? Ik ga even kijken of die kamer überhaupt wel zo groot moet zijn. Oh, nou blijkbaar is er geen minimale grootte. Behalve dat de stoel er natuurlijk in moet. Hup, plaats je ding even. Hoe moeilijk kan dat zijn? Blow. Waarom ben jij de enige die aan het werk is? Maar goed. Ja, dus ze hebben hier cellen. En ze hebben hier cellen. Hier hebben ze een shower. Op zich best goed geplaatst is. Hier hebben ze... Ik weet niet wat. Vrij grote kantine. Dat hokje. Nog meer douches. Nog meer cellen. Kitchen. En offices. Oké, best leuk. En dan hier in het midden een yard. That's the essentials taken care of. Oké. Wat zijn de dingen die ik toch beter kan doen? Polaroid. Click to trigger the next chapter of the story. Nee. Ik ga het eerst helemaal afmaken. Optional. Add a window to the cell. Kan dat? Blijkbaar kan ik hier niks plaatsen. Nee. Dat gaan we nergens doen. Laat dit maar. Nou, oké, een window. Ik vind het een leuk raampje. Ik weet niet hoe die georiënteerd moet worden. Nee. Bookshelf. Als ik die snel kan vinden. Nope. Oké. Dan gaan we nu dus gewoon weer hier naartoe. Naar de foto. Click to trigger the next chapter. Oké, de chief. Oeh. Hij gaat komen. Gaan we hem vermoorden? Don't shit what do for this guy. He's a stone cold killer. Guilty is charged. Ik heb volgens mij 3 accenten in die zin gehad. De laatste vond ik het leukst. Beetje Aussie. Even confessed. Want to hear the description of what he did. Weer een paar verschillende accenten. It's juicy stuff. It was around 11 p.m. The lights were already on. I knew she was home. Oeh, dit is wel cool. Dat we echt helemaal van die cutscenes zo krijgen. Even lekker naar boven lopen. Huisje. Huisje, boompje, beestje. Oh. Ja. Not sure it's for work. Oh. I knew I catched you here. Ever. Don't. Just don't. What are you going to do? Yes, again. Oh my god. Ah! But yeah. Ja. Ze zijn helemaal dood. En hij liep regelrecht naar het bed. Gooide het pistool omlaag. En keek naar hoe ze op het bed lagen. Skip, dat is wel leuk genoeg. Good work so far.
However, there's one problem. Oh, ja, ik moet even stroom er naartoe brengen. Dit heeft ook al wel gestroomd. Oké. Okay. Dat is handig. Even doorwerken, jongens. Oh, ik kan geen elektrikabel onder de... Huh, waarom kan ik hier niet... Ja, rustig. Lights aren't the only thing that needs power. Your new electric chair does too. Oké. Rustig. Ik ben bezig. Ze zijn bezig. Rustig aan. Zeg ik echt dubbel. In de storage area kun je blijkbaar niks bouwen. Oh, dat komt misschien door die door de vloeren. Dat zou het verklaren. Leuke gevangenis. Serieus. Oké. Ja, dat zijn we gedaan. Incoming call. We're almost done, I think. We should test the new execution room at least once before we try to use it, though. Oké. Hij gaat hem aanzetten. Oh, maar nu gaat de stroom eruit vallen. Sowieso. Ik zei het toch? Ja. Capacitor. Maar kijk, het vervelende tussen aanhalingstekens is dat ik dit praktisch allemaal al weet. Dus dit is inderdaad heel goed voor de mensen die beginnen met deze game net hebben gekocht. Maar ja. Voor de mensen die al helemaal erin zitten en zo en echt zelf al meerdere gevangenissen hebben gebouwd. Die ja, daar hoeft het niet echt voor. Well done. Oeh. Ja. The priest. It is time, Edward. You have done the right thing, even though this world will not forgive you for it. You will be with God soon, and he will have the final judgment on you. Ik hoop dat voor jullie het geluid ook hard genoeg kan zijn, zeg maar, zodat jullie ook nog mijn stem horen. Maar ook dat jullie horen hoe dreigende ondertoon hier nu zit. Het is echt een heel lage toon en sorry dat ik er mijn microfoon aan stootte. Hij kwam de kamer binnen. Jammer dat dit een andere deur is. Hier staat een gewone deur in het plaatje. Alleen, ja, ze kwamen door een lock shield door. Dus dat is een beetje jammer. Hij nam plaats in de stoel. De bewakers stapten aan de kant. Eentje ging in het hoekje staan. Oké, Laura. Edward Ramsey. You have been found guilty of 2 counts of murder in the first degree. Weer een ander accent voor hem. The penalty is death. Do you have anything to say? Susan, I'm sorry. Okay. En daar was het licht. Lekker rustige muziek net. Eerst was het een wit scherm, nu een zwart scherm. Met rustige muziek. Chapter 2, Palermo.
Volgens mij stond het. Oh. 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 Ja. Vuur. Maar. Ja, precies. Dit is de tweede missie. Die ga ik in deze video niet doen. De cutscenes, die kan ik nu ook hier zo zien. Maar goed, ik ga dus nu niet verder met de volgende cutscene. Ik ga ook niet verder met mijn gevangenis, want ik heb niet de tijd bijgehouden. Maar volgens mij is het al ruim tijd om iets tegen jullie te zeggen. En dat is dan ook dat ik jullie heel erg bedank voor het kijken van deze video. Als je het leuk vond, laat er alsjeblieft even een like onder deze video. En heb je nog niet geabonneerd, abonneer dan nog even op mijn kanaal. Maar ja, zoals ik al zei, bedankt jullie allemaal heel erg voor het kijken. Ik zie jullie allemaal weer in de volgende video. Ciao. Ik vind het best goed geluk zo. Ik heb nu 44 cellen, dus ik kan heel veel meer gevangenen krijgen. Ik zie nu, de kantine is erbij, dus ik hoef nu alleen nog maar 30 tv's en 30 stoelen neer te zetten. Wat vrij veel is, en ik denk eigenlijk ook wel redelijk duur. Een tv kost 200. Dus het is 6.000 euro volgens mij.